Oké, even een wat ander videootje als normaal, maar op zich wel een grappig iets om met jullie te delen. Het stelt niet zo heel veel voor, maar ik vond het zelf wel heel gaaf, omdat ik zelf altijd de filmpjes van CasinoGrounds bekijk. Het is namelijk zo dat ze hebben een video van mijn kanaal erop gezet in een compilatie. En dan, ik zeg wel, zoveel stelt het niet voor, maar ja, dan sta je in één keer tussen Casino Daddy en Let's Give It A Spin en Jartthu en dergelijke. Filmpjes die ik zelf ook altijd regelmatig kijk op YouTube. En dan is het een heel vreemd iets als je jezelf in één keer tussen ziet staan. Nou, je ziet hier linksonder eigenlijk al het schermpje van Mental. Dat is mijn, ja, die grote winst die ik een aantal weken geleden online heb gezet. En ja, die hebben ze nu dus in hun compilatievideo gedaan. Bij, ja, als je hem wil kijken, gewoon op YouTube even zoeken naar CasinoGrounds. Dat is de internationaal ja, streamingplatform. Onderdeel van het beroemde CasinoGrounds Forum. En die zijn weer van Leo Vegas. Of althans, Leo Vegas is volgens mij de eigenaar van heel dit concept van hun. Maar alle grote streamers en dergelijke, die dik betaalde internationale streamers, die kom je op dit kanaal tegen. En ja, wel grappig dat er in één keer dan een filmpje van Nedergaming daartussen staat. En ja, ik zeg wel, die hebben iets van 100.000 abonnees. En ze hebben hem ook nog op het allerlaatste moment in de video gezet. En dan een soort van edit aan gemaakt, waardoor er ook een grappig dingetje aan vastgekoppeld is. Dus we zullen meteen maar gaan kijken. Ik spol hem even kijken. Doen we ongeveer hier zo instarten. Dan zie je nog heel even Casino Daddy aan het werk. Je weet wel dat dit soort gasten, die krijgen dus gewoon dik sponsorgeld, hè. Hé, en kijk, daar kom ik in één keer ertussen. Dat doen ze goed, hè? Dat inzoomen zo. Dan hebben ze een stukje van een screen erachter geplakt, dat is toch gaaf. Je wint zo op die tv. Hey, ik ben mezelf op tv. Dat moet ik nog 5000 keer. Wat is dat dan? Ook gewoon in het Nederlands, dat is wel grappig. Ja, ik praat natuurlijk Nederlands, maar ze hebben het niet vertaald of zo. 8000 stond dat er nou? Op 60, 40 cent? Dat zal er niet. Oh, oh, oh. Oh, 20.600 keer, ja, was ook een hele dikke toch? In het basisspel, hè? Die was echt gaaf. 8000, 40. Ja, gaaf kanaal. Ik zal het kanaal zelf ook nog even laten zien. Ja, de meeste van jullie kennen het wel, CasinoGrounds. Ik zeg al, daar staan dus eigenlijk al die grote internationale streamers op. En nou, Nedergaming heeft er ook een keer een momentje van fame gehad. En als het een beetje mee zit, komt die van Reapers komt er ook in. Want dus, daar heb ik ook al een soort van mailgesprek over gehad. Dus ja, ik ben benieuwd. Dus misschien dat ze de standaard nou, nu ze weten wie we zijn. Hij heeft al gezegd van, joh, als je echt een dikke winst hebt, gewoon doorsturen en dan plakken we hem in die compilaties. Dus als het goed is, komen we wel vaker daarin voor. Maar ja, heel vaak heb ik niet van dat soort winsten en helemaal niet vergeleken met hun. Want er zijn allemaal van die duur betaalde streamers. En die hebben elke week wel een paar winsten van 10, 20, 30, 40.000. Ja, dat gebeurt mij één keer per jaar als ik geluk heb. Ik heb toevallig ja, nu 2 keer geluk gehad. Dat, ja, ik verwacht me niet wekelijks terug te zien, maar goed. Ik zeg al, het is weer eens een keer wat anders en ik vond het wel leuk om even te delen. Dus ja, mocht je het hele filmpje willen zien, zoek op YouTube even op CasinoGrounds. Dan kan je de hele compilatie bekijken. En dan ga ik weer aan het werk. Yo!